Dit is de lokale omroep Spakenburg. De omroep voor de gemeente Bunschoten. Een gemeente met een heel eigen karakter. Waar cultuur hoog in het vaandel staat. Waar respect is voor het oude, maar ook ruimte voor het nieuwe. Midden in deze gemeente staat De Los. Modern, herkenbaar en onafhankelijk. De Los, uw eigen omroep in uw eigen woonplaats. Burgemeester, hoe is het de afgelopen dagen gegaan? Ja, we zijn van start gegaan. Maandag was dat de eerste dag. Heel veel media-aandacht. Ook meteen een behoorlijke toeloop. Zeker op de eerste dag, als je dat ook zo zag. Dus de testen worden snel gedaan. Dus de wachttijd is kort. En je krijgt ook heel snel uitslag. Dus dat is ook weer positief. Mooi. Alleen is goed natuurlijk als er heel veel negatieve uitslagen zijn. Dat hebben we het liefst. Nou is het nog niet heel erg druk. Oorzaak sneeuw? Nou, in de eerste plaats hebben we een grote capaciteit. Zodat we niet te snel nee hoeven te zeggen. En je kunt beter dat afschalen dan opschalen. Op het moment dat je zegt van ja, nu komt iedereen en dan hebben ze te weinig testgelegenheid. Dus er is best wel wat ruimte gecreëerd dat ze wat kunnen hebben. Tweede plaats is van mensen willen dingen aankijken. Dan valt er ook nog eens een pak sneeuw. Dan heb je ook misschien nog mensen die zeggen, ja, ik hoorde de minister-president zeggen, testen heeft geen zin als je geen klachten hebt. Of de GGD is niet zorgvuldig met mijn persoonsgegevens. Dus je kunt ook dingen even hebben van, is dat wel goed geregeld? Dus dat is voor ons ook belangrijk als gemeente om het goed uit te leggen hoe het nou precies zit. En wat zou u over die twee dingen zeggen? Nou, in de eerste plaats data en alles wat in computers zit lijkt iets engs. Maar voor ons geldt één ding. Dit wordt allemaal op persoon bewaard. En je hebt zelf toegang via je DigiD tot die gegevens. En dus dat is zo bewaakt dat je via DigiD of via een persoonlijk telefoongesprek een ander krijgt die gegevens niet. En dat er dus bij de GGD op dit moment nog systemen zijn die nog niet alle, die nog geen rapportcijfer 10 hebben, maar een 8 bijvoorbeeld, daar hoeven we ons persoonlijk geen zorgen over te maken. Dat staat hier los van. Dat staat hier los van. En wat er in het verleden is gebeurd, namelijk dat we wat data achterover zijn gedrukt en verkocht, ja, dat is gewoon een hele slechte zaak en dat wordt aangepakt. En daarvan heeft de minister gezegd, dat zal nu op dit moment niet meer kunnen gebeuren. Dus ik zou zeggen, denk eraan, je kunt gerust met dit onderzoek meedoen. Daar wordt niet in gehandeld in die gegevens en je hebt alleen maar zelf toegang. En geanonimiseerd, dus zonder jouw naam en BSN-nummer, krijgt de mensen van het onderzoek krijgen wel alle gegevens. Maar die weten dan niet van welke persoon dat is. Dat is een duidelijk verhaal. Ja. Ja, en dan het andere punt? Ja, nou goed, de minister-president die heeft in een persconferentie op een gegeven moment op een persoonlijke vraag van laat je testen, gezegd dat heeft helemaal geen zin, want ik heb geen klachten. En dat is dan vervolgens tegenover ons onderzoek gezet van het heeft geen zin om je te laten testen als je geen klachten hebt. Maar ons onderzoek is nou juist afwijkend van de rest van Nederland, dat je in 3 gemeenten, nu op dit moment wel mensen worden getest zonder klachten, om daarmee uit te vogelen of dat dus wel zin heeft. En daardoor zeg maar het eventuele beleid bij te stellen. En het ministerie van Volksgezondheid is daar heel erg benieuwd naar. Dus hoe meer mensen juist zonder klachten zich hier nu melden, hoe beter dat is voor de gegevens van zijn er veel mensen zonder klachten die toch besmettelijk zijn. Nou, dat is het hogere doel. En het eigen doel is natuurlijk van ja, op het moment dat jij denkt, ik voel me kip lekker, maar je bent toch zonder het te weten besmettelijk, dan ben je in je gedrag niet zo zoals je zou moeten doen. Want je gaat overal mee door, op 1,5 meter wellicht, maar je hoort eigenlijk in quarantaine een aantal dagen. En daarmee beperk je de verspreiding van het virus. Als de Britse variant nu het merendeel van de gevallen wordt, en dat wordt met deze maand, de rest van deze maand en begin maart, wordt juist die piek verwacht. Zeg ik van kom op Bunschoten, we hebben nu de kans om die Britse variant niet dezelfde kans te geven als wij in november en december hebben meegemaakt. Als we dit allemaal op een rijtje zetten, u kent de burgers van Bunschoten, Spakenburg een beetje, durf ik wel te stellen. Ja. Wat verwacht u dan van de testbereidheid?
Nou ja, kijk, in de eerste plaats, er is van mij aan de voorkant ook gevraagd, wat denkt u van de testbereidheid? En dan zeg ik van, nou, ik denk wel dat mensen het gevoel hebben, nu kunnen we zelf wat doen, we stropen de mouwen op, we pakken het aan. En ik kom dat ook in het dorp tegen. Was gisteren even in de buurt van een kleine zeetje, komen een paar echtpaar met een paar kinderen aan. Burgemeester, we zijn er geweest hoor. Ik zei, op het ijs? Nee, wees het testen. Want ik was even bezig met ijs in een kleine zeetje. Maar zo leuk is dat dan. Dat je dan dat ook meteen hoort van, natuurlijk pakken we dat aan. Maar er zijn ook anderen die wat anders tegenaan kijken. En ik gun ieder zijn of haar mening. Maar ik zeg wel, van kom op, dit is nu een gelegenheid die je hebt. Dat kun je aanpakken. Je kunt bewust zeggen, ik doe het niet. Maar je hebt nu een gelegenheid om het aan te pakken. In november en december zaten heel veel mensen bij de pakken neer. Wat kunnen we doen? Zo erg. En dan zeggen ze nu, ja, de cijfers zijn gezakt. Heeft het nog wel zin? Ik heb net uitgelegd dat het zeker nog zin heeft. Want nu zit je ervoor, preventief, in plaats van dat het al je overkomen is. Dus laat dat even nog een aansporing zijn. Dit willen wij niet meer, november, december. En dat wil ik graag aan de mensen geven. Er zijn ook zoveel mensen al geweest die zeggen van, ach, het valt echt mee. Het is even met name de waterstaaf in de neus of in de keel kan iets naar zijn. Maar de meesten zeggen van, nou, ik heb op basis van de verhalen was het toch erger gedacht dan. En dat je een keer een individuele ervaring hebt waarin je zegt van, nou, ik vond het eng. Dat kan ik me voorstellen. Maar er is niemand van flauw gevallen, er heeft niemand schade opgelopen. Je komt toch allemaal gewoon weer, net als bij de tandarts, als het een keer niet verdoofd is, kom je er toch zonder kleerscheuren vanaf. Dus ik zou zeggen, dat stapje ook zetten. Wees een beetje stoer. Kom maar, zeggen van, daar laten we ons niet van weerhouden. En ja, dan zeggen mensen wel eens van, dat werd dan ook op televisie gezegd, we zijn koppig en eigenwijs volkje. Nou, ik denk wel dat wij onze eigen opvattingen hebben, dat we dat ook wel duidelijk hebben. Dat is ook zo, dus niemand gaat naar een testraad omdat de burgemeester het zegt of omdat, maar gewoon omdat je ervan overtuigd moet zijn dat je iets goeds doet voor het dorp. En dat vind ik zo mooi, dat onze ambassadeurs die op de posters hangen en die in de testkrant staan, dat die zelf uitleggen waarom ze dit zo belangrijk vinden. En dat is random, hè? Dat is zomaar uit onze bevolking 6 geplukt. Maar wat zouden jullie nou tegen de burgers willen zeggen? Nou, ik vond het overtuigende verhalen, dus ik zou zeggen, volg ze na. Wat ik ook heel mooi vond is dat ik hoorde een jonge moeder van de week zeggen, een kind van 9 of 10 jaar, die mocht meedoen met de pilot, hè, het spoelen van de mond. Ja. En dat kind vond het nog wel interessant ook, hè, om op zo'n manier te kunnen bijdragen aan misschien wel een stapje verder. Ja, dat gevoel bij kinderen. Het is ook, zeg maar, juist voor die kinderen van 6 tot 10 jaar. Is het ook minder belastend. We hadden eerst een plan van 10 jaar en ouder, maar we waren allemaal met de waterstaaf. Ik zeg van, nou, die mondspoelkit was eigenlijk de doorslag. We willen graag met 6 beginnen. Want de kinderen van de basisschool zijn ook heel erg bezig nu met van, is het besmettelijk of niet? En dat kunnen ze op een hele mooie, simpele manier doen. En het aardige is ook dat volwassenen die daarvoor toestemming geven, die worden bij aankomst gevraagd, wilt u ook van een mondspoelkit gebruiken? En dan krijgen de volwassenen zowel de waterstaaf, dus niet in plaats van, als de mondspoelkit. En dat is ook zo belangrijk, want dat wordt in het laboratorium precies bekeken of de gegevens uit de mondspoelkit, of die even betrouwbaar zijn, even sterk zijn moet ik zeggen. Ze zijn wel betrouwbaar, ze zijn al goedgekeurd. Maar dat ze even sterk zijn als de gegevens uit de PCR-test. Want dat zou mooi zijn. En dat zou mooi zijn, want dan kan je namelijk heel snel overstappen op spoelen. Of eventueel gorgelen. Dat verschil, wat komt eruit als je spoelt en wat komt eruit als je gorgelt, dat wordt ook getest. Dus we zijn voor het UMC Utrecht echt een onderzoekslocatie waar ze heel erg trots op zijn. Nou heb ik ook wel mensen gehoord die belden om zich te laten testen, dus van goede wil, moesten zo lang wachten. Zou dat niet ontmoedigend kunnen zijn of is er inmiddels iets meegedaan? Ja, er is een callcenter wat er zeg maar daar op ingericht is. En dan heb je, eerst heb je natuurlijk heel veel klachten en heel veel mensen die zich aanmelden. Dan vervolgens is het aantal klachten in Nederland neemt af en dan is dat callcenter weer minder bezet. En dan vervolgens starten de testen in Bunschoten en Dronten en dan krijgen ze in één keer weer veel meer afspraken te maken. Dat,
was wel rekening mee gehouden. Maar dat er dan bij wijze van spreken toevalligerwijs te veel mensen op dezelfde tijd bellen, dat kan gebeuren. Ik denk zelf dat als je het over de hele periode van 6 weken bekijkt, dat je de wachttijd over het algemeen heel erg mee gaat vallen. Nou, dat is gunstig. Goed, ja. Om te weten, ja. Ook voor de mensen die nog moeten bellen. Ja. Nou heeft u via Facebook laten weten, Spakenburg is groot, hè, ja. Of waar Spakenburg groot in kan zijn. Zou u dat willen herhalen hier? Ja, ik denk zelf dat, zeg maar, wij zijn dan een klein dorp. En ik vond het ook treffend dat een van onze ambassadeurs, Alex Koelwijn, dat hij ook zei van, joh, wat zijn wij ook over de tong gegaan in het land. Wat hebben we heel veel over ons heen gekregen, dat we zoveel besmettingen hadden. En dan hoor je overal vandaan allemaal verhalen over, ja, dat komt daar natuurlijk voor. Ze zitten daar bij elkaar in de kerk en ze trekken zich nergens wat van aan. Dus wij zijn over de tong gegaan. Nou, daar zijn we even ook wat klein van geworden. Die beschuldigingen die waren gewoon uit de lucht, want dat was helemaal niet waar. Maar we zijn wel met z'n allen, wij met z'n allen, te onzorgvuldig geweest. We hebben te makkelijk gedacht over het virus. Daardoor is het ook zo groot geworden. Daardoor is het in alle zoveel gezinnen gekomen. Daardoor is het ook weer teruggekomen in de haven. Dat moeten we niet. Ja, het virus is de schuldige, maar wij hebben het virus de voeten gegeven. Door van de ene naar de andere plek te gaan. En dat hebben we misschien toen niet zo beseft, dat het er nog zo was. En nu weten we dat wel. En dan moeten we ons niet in slaap laten brengen door die lage cijfers. Maar nu moeten we laten zien, wij staan voor ons dorp. En we zullen laten zien dat wij bereid zijn om iets op te offeren. Hè? Onze tijd en even een ongemak van een test. Om te laten zien dat wij er voor elkaar zijn. En dat was toch ook de achtergrond van mijn oproep. Laat zien waar een klein dorp groot in kan zijn. Duidelijk. Nou zijn er veel meer positieve testen van mensen zonder klachten gemeld. Waar kan dat op duiden? Dat je goed besmettelijk kunt zijn zonder dat je zelf klachten hebt. En dat was al wel een aanname, maar nu wordt het ook bewezen. En niet in overgrote mate van getallen. Nee, want eerst had Bunschoten juist weer weinig positieve testen. Ja, maar en toch nu testen, deze pilot. Ja, nou, dat valt. Kijk, op dit moment is 3% van degenen die nu getest worden, is positief. Bunschoten Spakenburg had inmiddels heel weinig positief getesten. En dan toch nog deze pilot. Net ook wel iets over gezegd. Maar ik denk dat het voor veel mensen wel belangrijk is om goed te begrijpen waarom dat dan is. Want nu wordt er getest en nu zijn er positieve testen van mensen zonder klachten. Het klinkt een beetje ingewikkeld allemaal voor de leek. Ja, dat zal ook best. Maar het feit dat er nu dus mensen positief zijn, terwijl ze geen klachten hadden, dat is eigenlijk wat het onderzoek boven water brengt. Hoeveel het er zijn, is ook iets wat het onderzoek boven water moet brengen in die 6 weken. Maar het ging er juist om, zijn mensen die nog geen klachten hebben toch positief? En dat blijkt zo te zijn. Want we hebben in de cijfers, om een paar cijfers te noemen, is misschien nog even leuk om even voor de kijkers daar even een paar gegevens over te geven. We hebben 3200 afspraken tot nu toe gemaakt. 3200. Dus dat vind ik voor 1 week, in de eerste week, een mooie cijfer. Daarvan zijn er 2300 tot en met gisteren getest. Dus er zitten er nog 900. Die hebben een afspraak staan voor vandaag en morgen en misschien ook al maandag. Maar dat is 2300 getest. En daarvan zijn 3% positief. 70 mensen. Dus in die eerste 4 dagen gemeten. En dat is dus per dag gemiddeld zo'n 15, hè, zeg maar, tot 20 personen. Terwijl het aantal personen wat daarvoor, toen we alleen maar klachten hadden, dat was gedaald tot zo'n 3 per dag. Dus je ziet dat er dus zo'n 15 mensen per dag, 12 tot 15 mensen meer uit de bus komen, om het zo even te zeggen, dan anders. Nou, dat geeft het aantal weer, van hoeveel mensen zijn er die geen klachten hebben en toch positief zijn. Het geeft ook aan voor deze mensen dat ze zeggen van, oh, help, dat had ik helemaal niet gedacht. Ik ga nu meteen mijn gedrag aanpassen, ga in quarantaine. Overigens kunnen ze juist door deze test ook weer sneller worden gehertest. En op het moment dat ze dan weer negatief zijn, weer sneller uit quarantaine komen. Want dat heeft ook een voordeel. Zeker.
Maar ja, het geeft ook aan dat het niet zinloos is om je te laten testen, ook al heb je geen klachten. En dan kun je zeggen, gelukkig is het maar 3%, dus 97% krijgt de uitslag, ik ben negatief. Nou, heel mooi. Heel veel blije mensen. Dat zijn ook blije mensen. En tegen die mensen zeg ik, van nou kom je volgende week ook weer. Want je mag in de periode van 6 weken zo vaak komen als je wil. Als iemand, ik zag al iemand die zegt van zeker elke week, nou dat kan. Wij vinden gemiddeld mooi als mensen 3 keer komen. Dus, maar dat is een service, zodat je dan de momentopname nog een keer kunt bevestigen. En blijf ondertussen niet de randjes opzoeken. Ook niet als je het bewijs hebt, ik ben negatief, dat je denkt, ik kan nu van alles gaan doen wat ik daarvoor niet kon doen. Want iedere persoon die je tegenkomt, die kan ook het virus bij zich dragen. Dus blijf die regels van 1,5 meter en verder heel goed opvolgen. En mensen die al COVID gehad hebben, daarvan heb ik het idee dat er ook wel gedacht wordt van, ja, ik heb het net gehad, toestanden moet ik dan ook? Wat heeft dat voor zin? Ja, daar zijn 2 verhalen. De ene is die zegt, ik zal nog wel positief zijn. Ik heb geen klachten meer, maar ik zal nog wel positief zijn. Nou, dan is dat een verklaring voor het feit dat je positief bent, terwijl je geen klachten meer hebt. Dus dat wil niet zeggen dat je dan weer in quarantaine moet, maar dan is dat een verklaring. En anders zal een bevestiging krijgen dat hij inmiddels negatief is. Dus ik denk van, nou mooi, dan heb ik dat ook zwart op wit. Ik heb het gehad, maar ik ben het ook voorbij. Maar voor de pilot wel zinvol? Dus voor de pilot heel erg zinvol, want juist die gegevens hebt u het gehad. En zo ja, wanneer, die worden ook zeg maar vastgelegd. En in het onderzoek kunt u het iedereen het aangeven die een onderzoek meedoet. En enorm belangrijk voor de pilot, om zowel mensen die nog helemaal niets hebben gevoeld, als mensen die echt ziek zijn geweest, om die toch mee te laten doen. Ja, en voor de duidelijkheid, dat meerdere keren testen geldt echt voor iedereen? Ja, dat geldt voor iedereen. Meerdere keren onbeperkt, onbeperkt. En dan zeg maar ja, het heeft weinig zin om elke dag te komen. Maar als je zegt, ik doe het 1 keer per week, dan zouden de virologen blijven zijn. Ja, en dat is het antwoord op dat negatief getest zonder klachten, toch weer testen. Dat heeft te maken met ze willen weten hoe het allemaal verder gaat met. Ja, ja. Ja, want je unieke klantnummer, zeg maar, dat 1 gegeven wordt voor dit onderzoek, dat blijft gewoon die weken gewoon actief. En dat gaat met die gegevens niet, dat is niet je BSN-nummer, maar dat is een niet herleidbaar nummer, maar dat gaat wel naar de universiteit. En daar kunnen ze dus zien wat jouw testen in die weken hebben opgeleverd. Ja. Tot slot, u krijgt de gelegenheid, of heeft nu de gelegenheid, om in de camera de mensen rechtstreeks toe te spreken. En misschien goed om dan de belangrijkste dingen eventjes kort te noemen, waarom ze toch vooral 1 keer zeker, maar misschien wel meerdere keren zich zouden moeten laten testen. Ja, ja, dat wil ik graag doen. Beste, ja. Beste mensen, lieve inwoners van Bunschoten, Spakenburg, Eendijk en Zevenhuizen. In heel Nederland is de afspraak, als je klachten hebt, laat je testen. In 3 gemeentes, waaronder de onze, hebben we allemaal het voorrecht om ons de komende weken zo vaak te laten testen als we zelf willen. En ik wil aan u vragen om dat te doen. 1 keer liefst. Als het kan, meerdere keren. Maar het is wel echt goed om gewoon allemaal als Bunschotens naar de teststraat te gaan. En dat kleine stukje te doen. En dat doet u voor 3 mensen. U doet het voor uzelf. U doet het voor uw naaste. En u doet het voor elke Nederlander. Laat u het zien dat Bunschoten een dorp is. Dat wij een gemeenschap zijn die er is voor elkaar. En ook een bijdrage willen leveren aan de bestrijding van dit virus. Hartelijk dank. Dit is de lokale omroep Spakenburg. De omroep voor de gemeente Bunschoten. Een gemeente met een heel eigen karakter. Waar cultuur hoog in het vaandel staat. Waar respect is voor het oude, maar ook ruimte voor het nieuwe. Midden in deze gemeente staat de LOS. Modern, herkenbaar en onafhankelijk. De LOS. Uw eigen omroep in uw eigen woonplaats.